Hi, goedemorgen. We gaan even met wat nieuwe met dingetjes spelen vandaag. Nou ja, ik, hè. En dan, ik heb het gekocht, dus dan kunnen jullie kijken of jullie het wat vinden en of jullie het ook. Maar laat je niet door mij overhalen om dingen te kopen, alsjeblieft. Het is een moeilijke tijd voor een hoop mensen en het is maar make-up uiteindelijk. Het is een hobby, maar nou goed. Even mijn bril op. Dit heet... Got a crush on apricot. Van Essence. Dit was een soort nieuwe limited collectie. Dat komt met een spons. Die heb ik groter gemaakt. Niet heel groot. Niet heel zacht. Ik vind hem niet fijn. Hij past nu net in het doosje. Ik vind hem niet fijn. Maar goed. Dan hebben we een blush in deze lijn. Die er heel mooi uitziet. Echt heel mooi. Maar. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of hier pigment vanaf komt. Er komt toch wel kleur vanaf, hoor. Wat grappig, want als je het zo ziet, dan denk je... daar komt helemaal geen kleur vanaf. Mijn make-up ziet er niet uit. Ik ben een nieuwe concealer aan het testen en ik vind het helemaal niks. Vandaar. Ja, leuke blush. En ja, ik zie toch wel kleur afkomen. Wat apart. Nou, had ik niet verwacht. En dan hebben we de highlighter. Die er echt, ik heb hem geswatcht. Die er echt geweldig uitziet. Ik ben niet van de highlighters, maar deze... En niet dat hij nou echt, dat ze je op de maan zien. Maar op een of andere manier past deze gewoon heel mooi bij mijn huid. Ik gebruik altijd deze. Dat is zo'n, dit is van Real Techniques. Dit is een light layer brush. Wauw. Kijk eens. Oh, die wil ik ook in mijn binnenste ooghoek even hebben. Niet dat ik dat vaak doe. Maar net even voor een popje. Ja, dit is een hele mooie highlighter. Van voor zie je niks en dan ineens zo. Ja, leuk. Ja, leuk. Ja. En dan hebben we de... Got a Crush on Apricot Swirl Lip Gloss. Ze hadden ook een lipolie, maar ja, één lipproduct heb ik genoeg aan. Ik vind die swirl dingen over het algemeen wel leuk. Er zit veel kleur aan. Ja, hij ruikt. Zoet. Als ik het zo zie, denk ik Koningsdag.
Nee, dit is niet mijn kleur. Hij geeft wel veel kleur af, maar je kan hem niet, zeg maar, dekkend aanbrengen. Hij voelt heel dik en hydraterend, als echt als een meer als een lipboter, als echt een masker. Hij plakt niet. Hij smaakt ook niet ergens daar, als die in je mond komt. Oké, ik moet zeggen, als je hem een klein beetje blot, dan valt het mee. En dan denk ik misschien in combinatie, sorry, met iets anders. Ja. Hij voelt echt heel fijn. En goed, dat waren de vier dingen van de Got a Crush on Apricot. Apricots. Ja, meer is er niet van. Ja, er is wel meer van. Maar meer heb ik er niet van. Ik vind het een leuke collectie. Het zijn lekkere zomerse kleuren. Lente, zomer zo'n beetje. Ja, ik hou van deze kleuren. En ja. Ja, ik zit op die vlek van die concealer te letten. Dat is echt... Maar het gaat nu om de Essence collectie. De spons? Nee, gewoon niet. Nee. De blush wel. Ja, leuk. De highlighter ook. Mooie kleur. Ik denk dat dit een favorietje van mij kan worden. Want hij past zo mooi op mijn huid. Heb je de donkerdere huid, dan zou je hem of moeten proberen of... Ik weet het niet. Oh, wat erg. En de lipgloss. Ja, het is een heftige kleur hoor. Maar hoe meer ik er naar kijk, dan denk ik, mwah. Als je hem een beetje blot, misschien in combinatie met iets, het is best te doen hoor. En hij voelt echt heel fijn. Hij voelt heel hydraterend en heel voedend. Ik weet niet of ik zo kan achterhalen wat erin zit. Waarschijnlijk zitten abrikozen in. Dit is de kleur 01, Apricotly in Love. En dan zeggen ze een shiny pink. Vind je dat pink? Nee, niet pink. Shiny pink lip gloss with jojoba oil en vitamine E. Nou, dat dus. Maar pink is hij bij mij niet. Maar dat komt misschien door mijn lippen. Ik merk dat een heleboel lippen, nee, niet lippen, lippenstiften, lipkleuren, lipproducten, bij mij specifiek oranje uitslaan. Dat heb ik ook heel veel met nude kleuren en zo, weet je wel. Als het net niet... Sorry. Voor mij de goede tint is, dan slaat het bij mij heel snel oranje uit. Dus daar kan het aan liggen. Nou, dat was hem. Hoop dat je het leuk vond. Ken je de producten? Heb je ze? Laat even weten wat je ervan vindt. Doe een duimpje omhoog voor de video en abonneer op mijn kanaal. Daar help je me mee. En dan zie ik jullie graag bij de volgende keer. Dankjewel voor het kijken. Doei doei!